Hallo Tessa, Benjamin. Hallo, mijn naam is Peter Hoefnagels. Wie is dat? Wat jij meemaakt op school zie je elke woensdag om 7 uur bij mij terug in de klas. Kijk, de L van hier, de I, jammer. Hallo allemaal. We hebben er toch al 3 weken aan gewerkt. Presentatie vandaag, volgens mij komen er 3 koppels, toch? Ja, jullie zouden een campagne gaan verzinnen over hoe je kan stoppen met roken of het ontmoedigen. En dat zou een hele campagne worden. Posters of met filmpjes, dan mochten jullie zelf kiezen welke vorm. Ik zou graag naar voren willen hebben. Ik denk Siem en Lex. Yes. Yes, hoorde ik. Dat is een mooi begin. Maar wacht, Jelle, toch posters of wat hebben jullie gedaan? Nee, hebben we het toch niet gedaan. Toch niet gedaan? Nee. Hebben jullie 2 weken met posters in de weer? Maar we hebben iets beters verzonnen. Ja. In plaats van de poster hebben we een product ontwikkeld. Een product ontwikkeld? Ja. Waarmee je kan stoppen met roken. Yes. Ja. Oh, nou, dat zou geweldig zijn. Ja. Gaan jullie gang. Van de 100 mensen die willen stoppen met roken, lukt het maar 12 mensen. Niet heel erg veel dus. En er zijn 3 redenen waarom dat eigenlijk niet lukt. Ja. Nou, van de rokers, 57%. Die vinden het eigenlijk gewoon te lekker. Ja. 30% is verslaafd aan roken. En 20% die kunnen er gewoon niet vanaf blijven. Dat is 107%. Wat zeg je? 57, 30 en 20. Ja, dat is 107%. Ja, nee, ik bedoelde ook 50% in plaats van 57. Je zegt 7%, dus dat staat op dat briefje dan? Ja, daar staat ook 50%, had ik verkeerd gezegd. Ja. Oké, okay. Goed. Ga verder. Oké, okay, nou. Okay. We hadden laatst bij aardrijkskunde topografie, zeg maar, les. Ja. We moesten dus die hoofdstijl uit ons hoofd leren, maar dat kregen we dus gewoon niet in onze kop. Nee. En toen moesten we dus iets anders verzinnen. Ja, en dat was het volgende. Ja. Ik ga het even demonstreren, ja? Ja. Gaan we het demonstreren? Ja. Jawel. Lex, wat is de hoofdstad van Peru? Peru. Nee. Oh. Ja. Lima. Lima, hey. Ja? Als het goed is, is Lex nu heel erg gemotiveerd om het goede antwoord te zeggen. Als het goed is, hoef ik nou alleen nog maar zo te doen. Nee, Lima, Lima. Kijk, zie je? Oh. En wat heeft dat te maken met dat je van de rook af kan komen? Strafmethodes werken. Strafmethodes werken. Pijn. Pijn. Ja. Pijn. Ga verder. Nou, elke keer als je rookt, zou je dus een pijnprikkel moeten krijgen. Ja. Wil je dan stroom in een sigaret of zo? Nou, komt in de buurt. Die zit in de buurt. Lex, pak het. Daarvoor hebben wij dus het product ontwikkeld. Ja. En dit is een onderbroek. Een onderbroek. Maar kijk. Niet zomaar een onderbroek. Ja, zien jullie dit? Godverdomme. Hierin zit een stroomei. Is het een stroomei? Dichtgenaaid met ijzergaren, dus dat krijg je er van je lang zelfs leven niet meer uit. En nu gaan we even demonstreren hoe het werkt. Oké, okay, ik ben heel benieuwd. Nee? Dus dat doe je aan? Ik heb hier een afstandsbediening. Ja. Ja. En als ik daarop druk, wat ik zo meteen ga doen, of niet, maar misschien ook. Kijk, en dat zit dan zo. Ja. Iets hoger, iets hoger. Zo zit dat. Wat is dat? Nou, maar om het even te demonstreren heb ik ook gewoon een afstandsbediening. Ja, oké. Okay, dus, en dan ga ik nu op drukken, Lex. Ja. Nu ga je roken. Nee, oh, hoe? Jawel. Oh, oké. Okay. Ja? Daar! Ah, fuck! Nee, nee, nee! Ah, doe uit! Op zich vind ik het een leuke manier. Er zit er volgens mij nog één maar aan. Vertel. Want waarom zou je... Jij bent degene die rookt. En jij moet die onderbroek. Nou, maar je echt, gaat natuurlijk voor je levenslang die onderbroek niet aandoen. Je kan deze onderbroek ook aan een vriend of een vriendin of een familielid geven. Dus bijvoorbeeld je vader. En ja, dan geef je gewoon voor vader. Dacht, kijk, papa, een onderbroek met een bal. Precies. Maar ik vind het een mooi idee, dus eigenlijk degene, jij rookt dus, maar je geeft die onderbroek aan iemand dat van je houdt. Ja. Als jij dus rookt, krijgt degene die iemand de huid, die krijgt bam, die krijgt nou, een stroomstoot. Kom maar, u moet even staan. Applaus voor meneer Hoefnagels. Applaus voor meneer. Ja, maar ik ga die onderbroek kijk, aan we gaan niet even doen. Scenario. Even laten zien scenario. Hoe het werkt. Ja. Jij bent mijn vader. Ja. Ja. Mijn vader. Fijne vaderdag. Fijne vaderdag, papa. Ja. Geef ik jou deze onderbroek. Wat is dat dan? Ja, dat is gewoon een stroomei. Metaal. Doet helemaal geen pijn. Ga ik dat doen? Ja, wacht, ik wil. Oké. Mag ik eerst even dat ding? Ja. Ik ga het doen. Maar ik wil eerst even zien. Oké. Ik wil van Siem even dat afstandsbedieningetje. Ik wil hem gewoon wel even hebben zo, ja. Kijk eens aan. Zit inderdaad stroom op. Ja. Ja, echt waar. Trek hem over, jongen. Dat vind ik allemaal weer leuk. Oké, nou, daar gaat-ie. Ja, ik heb hem.
Yeah! Moet ik even helpen, meneer? Nee, kom maar zo. Ik had eigenlijk nooit verwacht dat hij echt ook de onderzoek aan zou doen. Niet? Nee. Nee, ik wel eigenlijk. Ja, gewoon een beetje lol met de klas. Aandacht. Ja, een beetje aandacht inderdaad. Hoger! Op de verpakking stond een schokje. Ja, een kleine schok stond erop. Een kleine schokje stond erop, ja. Het gaat zeg maar zo, als je dan hier hem drukt, zeg maar, ja, heel kort. Maar als je hem dus langer, niet? Nee. Weet je zeker? Ja. Nee, hoe doe ik zo? Zo! Hoger! Want de afstandsbediening ligt toch daar, dus... Ja. Ja, hij zit... Ziet er een beetje uit, maar ik vind op zich het idee, vind ik... Ja, want kijk, ik hou dus, dus niet roken, want dan gebeurt er dit. Ja. Sim! Echt niet leuk! Oh! Ah, fucker! Ja, dat kan je gewoon op elkaar zetten. Ja, hij doet het. Ah, man, nee. Nee, zo. Ik heb deze toch? Nou, ik weet hoe het Snap er niks van, ik heb er twee of zo. Ja, zo werkt hij. Ja, we hebben er twee, voor de zekerheid. Nee. Voor het geval dat u er eentje zit. Oh, man. Gaan we even de mening vragen. Zou u stoppen met roken? Ja. Maar het gaat dus om jou, hè? Dank u wel. Ik vind het een leuk idee, echt waar. Echt een ruim voldoende. Ga maar... Ruim voldoende? Ja. Goed. Ja, deze twee. Kom hier. Ja, ga je dan niet de hele tijd spelen? Nee, gek. Nee. Goed, de volgende presentatie. Ik moet iets hoger gaan praten nu. Presentatie! Een 7 heb ik gegeven voor deze presentatie. Als jij nou docent was geweest, wat had jij dan voor deze presentatie gegeven? Laat het me weten. Goed, like deze video, word abonnee, Facebook, Instagram. En dan zeg ik gegroet, gij allen en tot de volgende week. Groetjes, hoi! Donderop, kijk, ik heb last van jou. Ja, ik zie Sime enorm verbaasd kijken. Volgens mij hebben jullie oneenigheid. Of daarom kan ik jullie uit elkaar gaan halen? Of... Praat even uit, zo met z'n tweeën. 1, 2, 3. Ik geloof, volgens mij weet jij heel erg goed gewoon wat de regels zijn. De regels is, degene met een pet die moet hem af. En degene met een hoofddoek, die mogen een hoofddoek op. Oké, maar ik ben het niet met die regel eens.